Merhaba arkadaşlar, 2020 online TOEIC kursus Nederlands, Hollanda dil kursumuza hoş geldiniz. 16. bölümdeyiz, P harfiyle devam ediyoruz. Hollandaca da sözleri ve deyimleri öğreniyoruz. Şimdiden hoş geldiniz. We leren spreekwoorden en gezegdes. Deel 16, letter P. Succes! Geloven en vertrouwen hebben iets de helft van het succes. Het leren van een nieuwe taal vereist veel geduld, inspanning, doorzettingsvermogen, aandacht en discipline. In deze les leren we Nederlandse en Turkse spreekwoorden en gezegdes met de letter P. Succes! Lesdoelen. Dersimizin amacı. Belirtilen atasözlerin ve deyimlerin az iki kez yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyiniz. 16. bölümdeyiz. Herhalde ise spreekwoorden en gezegdes minimaal twee keer hardop en duidelijk. Succes! Je hebt op het verkeerde paard gewed. Yanlış ata oynadın. You hebt het op het verkeerde paard gewed. Dat medicijn is echt een paardenmiddel. O ilaç gerçekten panzehir gibi. Ya öldürür ya da ondurur. Dankzij haar ben ik weer op het rechte pad. Onun sayesinde tekrar doğru yolu buldum. Dat is niet mijn pakje aan. Dat is niet mijn pakje aan. Bu benim sorunum değil ki. Beni ilgilendirmez. Hij ligt voor pampus. Sarhoş, baygın yatıyor. Zij is onder de pannen. Zij zonder de pannen. Evi barkı, hayatı, güvence, hayat güvencesi var. Veya hayatı güvence altında. Hij heeft geen pap van gegeten. Veya hij heeft geen kaas van gegeten. Bu konudan hiçbir şey anlamıyor. Çakmaz bu konulara. Zij is zo trots als een pauw. Zij is zo trots als een pauw. Tavus kuşu gibi gururlanıyor. Çok gururlu. Zij zit nu met de gebakken peren. Kabak başına patladı. Misafirleri gelmesi için armutları kaynatmış. Hazırlığını yapmış ama son anda misafirler gelmiyor. Böyle durumlarda zij zit nu met de gebakken peren. Dat gaat echt boven mijn pet. Bu iş gerçekten benim boyumu aşıyor. Je hebt het geweldig gedaan. Mijn petje af. Hoor. Je hebt het geweldig gedaan. Mijn petje af hoor. Harika yaptın. Sana şapka çıkarıyorum. Bravo. Hij is echt een pietje precies. Kılı kırk yarıyor. Çok titiz birisi. Meneer, heb je pick up my? Beyefendi. Bana kin mi duyuyorsunuz? Buradaki beni kaldıralım arkadaşlar lütfen. Je bent pineut. Asıl mağdur. Asıl kurban sensin. Demet is echt een plaatje. Demet, dünya güzeli. Bir içim su. Çok güzel. Alles heeft plussen en minnen. Her şeyin artıları ve eksileri vardır. Özellikle söylenen her şeyi çocukların kulak kabarttığı ve duyduğunu düşünürsek, kleine potjes hebben grote oren. Çocuktan al haberi. Onlar her şeyi duyar. Praatjes füllen geen gaatjes. Lafla peynir gemisi yürümez. Dat mag de pret niet drukken. Dat mag de pret niet drukken. Canını sıkmaya, ortamı bozmaya değmez. Boşver. We moeten een datum prikken. We moeten een datum prikken. Randevu almamız gerekiyor. Ergens een punt achter zetten. Bir şey sonuçlandırmak, noktalamak gerekir. Ik sta op het punt om een nieuwe baan te zoeken. Yeni bir iş arama noktasındayım. İşte şu anda şunu yapacağım. Punt uit. Genoeg is genoeg. Punt uit. Yeter. Kes artık. Bu kadar yeterli. De puntjes op de i zetten. Bir işi özenle bitirmek, son rötuşları yapmak. İmant op de proef stellen. Birinin sabrını denemek.
Er is een hoop geld in dit project gepompt. Bu projeye su gibi para harcandı. Para pompalandı. Je moet je poot stijf houden. Vazgeçmemeli, ayak diremelisin. Poot, ayak. Je moet je poot stijf houden. Hij kan de poot op. Defolsun, canı cehenneme. Gitsin artık. Hij staat voor de paal. Gülünç duruma düşüyor. Kendisini rezil ediyor. Een gegeven paard moet men niet in de bek of in de mond kijken. Beleş atın dişine bakılmaz. Beleş baldan tatlıdır. Je moet het paard niet achter de wagen spannen. Bir işe tersinden başlamamalısın. Je moet het paard niet achter de wagen spannen. Bir işe tersinden başlamamalısın. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınızı, görüşlerinizi YouTube veya Facebook sayfamızda paylaşınız. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Başarılar arkadaşlar. İnanmak başarmanın yarısıdır.